De rat als psychopaat, Al-Qaeda en de wetenschap, onze zon is een tweeling. Welkom bij deze aflevering van Science Flash. Wij mensen zijn agressief en gewelddadig. Vraag het aan de dodo. Onderzoekers van de Universiteit van Groningen onderzochten waar agressie in de hersenen zit. Ze namen een speciaal gefokte groep ratten om te kijken hoe die op elkaar en op sommige stoffen reageerden. Gedragswetenschapper Sietse de Boer leidde dit onderzoeksproject en ik heb hem nu aan de telefoon. Hallo Sietse. Hallo. Kun je ons vertellen welke soort ratten je voor dit onderzoek gebruikt hebt? We gebruiken de zogenaamde wildtype ratten die we oorspronkelijk uit het wild hebben gevangen en verder gekweekt hebben in het laboratorium. En die verschillen dus in die zin van alle andere laboratoriumratten en muizen, dat ze nog alle wilde kenmerken in zich in hebben. En wat dat betreft natuurlijk ook de hoeveelheid agressie die ze kunnen vertonen. Oké, en je zegt al een soort wildtype gedrag. Wat is dat voor gedrag? Dat is gedrag gericht op een indringer in hun territorium, die ze daar niet willen hebben. En dat is uiteraard agressie. En dat kunnen ze met verschillende intensiteiten tentoonspreiden. En onze dieren die verschillen daar enorm in. We hebben dieren die heel tolerant zijn en het prima vinden dat een andere rat in hun territorium zit. Maar er zijn ook dieren die buitensporig agressief kunnen worden en absoluut geen andere soortgenoot in hun territorium dulden. Een soort psychopaatrat eigenlijk? Wanneer die traint, niet allemaal, want op zich is dat nog hele normale agressie. Maar ook wanneer het al in een behoorlijk intensieve vorm tentoongespreid wordt. Dat is gewoon de persoonlijkheid, de aard van het dier, daar verschillen dieren in. Maar wanneer die dieren herhaald een positieve winnaarservaring geven, dat hij elke keer wint van een andere rat, dan kunnen een bepaald percentage van de dieren, die gaan zogezegd door het lint. Het agressieve gedrag, dat is gewoon niet meer onder controle. En dan gaan ze inderdaad psychopathisch gedrag vertonen, zo zou je kunnen zeggen. Ja, en kunt u nou kort even beschrijven wat jullie nou precies onderzocht hebben? We hebben met name onderzocht hoe een bepaald neurotransmittersysteem, hoe een bepaalde stof in de hersenen die al heel lang gekoppeld is aan het optreden van buitensporig agressief gedrag, hoe die nu gereguleerd wordt wanneer een dier van normale agressie naar pathologische agressie transformeert. Oké, nou helder. Dit is nog fundamenteel onderzoek, hè? Maar kunnen we dat op den duur ook toepassen, bijvoorbeeld op voetbalhooligans? Dat zou niet de eerste groep zijn waar ik aan zat te denken. Want met name buitensporige agressie en problemen met agressieregulatie treden ook op bij bijvoorbeeld landbouwhuisdieren, maar ook bij mensen die om wat voor neuropsychiatrische ziektebeelden opgenomen worden in instituten waar problemen met die agressie ontstaan. We krijgen nu steeds meer inzicht in de mechanismen die dus nu ter grondslag liggen aan die ontsporing van agressie. En daarmee hebben we ook aangrijpingspunten om met stoffen die agressie dan weer te beteugelen. En er zijn inmiddels een aantal experimentele stoffen waarlangs we dat kunnen doen. Nou, dat klinkt hartstikke veelbelovend. Heel veel succes met uw onderzoek en hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan, hartelijk dank. Ben jij ook zo bang om naar de tandarts te gaan? Aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam leiden ze onze tandartsen van de toekomst op. Want voordat hij op echte mensen geboord kan worden, is het eerst flink oefenen. Ja, ik heb een preparatie gemaakt, dus op de tand geboord. Versta je het nog? Zet maar even je kapje af. Ja, ik heb op de tand geboord en ik moest hem nog even wat lager maken, zeg maar. Ik vind het doodeng. Ja? Ik doe het op patiënten. Ik vind patiënten vooral heel erg leuk. Ja, en waarom? Ja, dat is toch het echte werk. Je bent toch echt met mensen bezig en dat is toch, ja... En het is makkelijk. Het is ontzettend leuk. En wat is het moeilijkste onderdeel van dit practicum? Het moeilijkste onderdeel, dat moet je eigenlijk aan de meiden vragen. Wat is het moeilijkst?
Wat niet? Waarom? Ik denk toch wel om het te zien. Niet het boren zelf, dat is een apenkunstje leren. Dat is gewoon heel veel oefenen. Dit is Henk, dat is mijn patiënt vandaag. En ik heb al een keer zijn tanden geboord. En vandaag wil ik daar dus een tijdelijke brug op gaan maken. Heeft iedereen voor zijn prop een eigen naam? Nou, ik noem hem Henk. Dat is een lekker makkelijke naam. Ik heb ook wel eens Klaas gehoord of meneer Frazaco, dat is het merk. Als de bom afgaat, maakt het een groot verschil in wat voor soort menigte je staat. Vormt iedereen een cirkel om de zelfmoordenaar, dan vallen de meeste slachtoffers. Volgens onderzoeker Zeeshan Ul Hassan Ousmani van het Florida Institute of Technology sterft dan 51% en 42% raakt gewond. Staat iedereen in ordelijke rijen, heb je vooral pech als je vlakbij bent. De slechtste overlevingskans heb je als je in het gezichtsveld van de terrorist staat. De onderzoeker gaat verder nog kijken naar de invloed van zaken als landschap, straatmeubilair en groepsgedrag. Diabetes is bezig met een onstuitbare opmars. In 2030 zal het aantal diabetespatiënten zijn verdubbeld. Waar deze nieuwe suikerzieken straks op moeten letten zijn hun schoenen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Dundee. Zij onderzochten een grote groep diabetespatiënten en kwamen erachter dat 63% van hen verkeerde schoenen droegen. Die schoenen zijn vaak te krap. Gevoelloosheid van de ledematen is een van de symptomen van suikerziekte. En door te krappe schoenen wordt de kans op zweren, zwellingen en ontstekingen flink groter. Nou, door beter te letten op de schoenen van suikerzieken kan 70-80% van de voetamputaties bij diabetes worden voorkomen. Wat gaat er om in het brein van een duif? Dat wilde de neurowetenschapper Hans-Peter Lip graag weten. Duiven vinden hun weg met behulp van de zon, het aardmagnetisch veld, maar ook met wat ze onderweg zien. Ze herkennen als het ware een afslag van de snelweg. Nou, onderzoeker Lip schroefde de duiven een EEG-scanner op de schedel en hij plakte ze een GPS-zender op de rug die doorzeinde wat er gemeten werd. Hij ontdekte dat wanneer een duif over zee vliegt, de hersenactiviteit rustig blijft. Vliegend boven land neemt die activiteit juist toe. De onderzoeker denkt dat de duiven actief het landschap verkennen en zo dus hun weg naar huis vinden. En dan nu naar Erik Begeman met Nieuws uit de Ruimte. Sterrenkundigen uit Peru bestuderen een ster die als twee druppels water lijkt op onze zon. De ster staat op ongeveer 200 lichtjaar van ons vandaan in het sterrenbeeld Draak. Er zijn al eerder sterren gevonden die op onze zon lijken, maar die hebben een veel hoger lithiumgehalte. De lage hoeveelheid lithium in onze zon en in onze tweelingzon is behoorlijk uniek, vermoeden onderzoekers. Voor de wetenschap zijn tweelingzonnen erg belangrijk. Onze zon staat model voor veel verschillende studies in de ruimte, maar staat te dichtbij voor goed onderzoek. Bovendien is hij veel te licht. Een ster op afstand is voor astronomen dus een veel betere bron van informatie over de chemische samenstelling en de structuur. Overigens, de wetenschappers uit Peru denken dat rond een ster als onze zon, buitenaards leven uiteraard, een goede kans zou hebben. De Japanse maansonde Kaguya maakt foto's van de aarde vlak boven de horizon van de maan. Als je goed kijkt, zie je de aardse Zuidpool en Australië boven de Zuidpool van de maan. De ruimtesonde omcirkelt de maan en in zijn baan ziet hij bij elke ronde de aarde opkomen en ondergaan. Mocht je ooit zelf op de maan belanden, dan wacht je wellicht een teleurstelling. Op de maan staat de aarde altijd min of meer op dezelfde plek aan de hemel. Binnenkort meer nieuws uit de ruimte. Doe jij leuk onderzoek en heb je er een filmpje van? Laat het ons weten via scienceflash.nl. Dit was Science Flash. Tot de volgende keer.